Supercross, Puk van Os, Leonor, Noma van der Velden, Wikos, Jill Rauw, Worden Wiels, Merle van Nistelrooy, Wikos met Isa Sutman, BMX Merle met Dewi Iwekamp, De Weinrijders Team met Kim van Laar en natuurlijk voor FCV Eindhoven, Lissy van Schijndel. Onderweg in hun laatste finale hier in de BZC-competitie. Gaan wij kijken naar Lissy waarschijnlijk. Wij gaan kijken naar Kim van Laar. Dat zijn de dames die vooraan staan. Dat zijn de dames waar het vandaag om gaat draaien. Denk ik, want Kim van Laar staat bovenaan in die competitie. Maar het is Lissy waarschijnlijk die de wedstrijd die ze er was. Alleen nog maar heeft gewonnen. En dan denk ik zomaar eens dat het toch haar eerste plaats gaat afleveren in deze competitie. Maar het is pas gestreden als het gestreden is. Want waar is van Laar? Die zit daar niet zo ver achter hoor. Lissy waarschijnlijk zit met de nummer 2 plaats hier vooraan. Dan krijgen we van Laar. We gaan kijken naar die twee. Derde positie, dat is de 132 van Merle van Nistelrooy. Die gaat de derde plek innemen. Of is nieuwe kandidaat er tussen gaat komen. De winst in ieder geval voor Lissy van Schijndel.